en Douwe. Industrie leier in dak en grootskaalse gebouvernieuwing bied oplossings. Een probleem op een slag. Waterdichting is een uiterst belangrijke element in jouw gebouw. Als er water in jouw gebouw inkom, gaan we dit stadig vernietig. Kom eens focus op drie elementen. Hoe identificeer je waterdichting problemen? Hoe herstel je dit? En hoe voorkom je dit? Er is verskeie maniere om waterdichting problemen te identificeren. In ieder geval kan je zien hoe die waterdichting gekraak het en al water in die gebouw ingaan aan die onderkant. Daar is baie symptome om uit te kyk voor as jy waterdichting probleme het. Een is ver met afdop. Nog een is, jy kyk na jou plafond en jy sien watermerke in jou plafond en die ander een is nat mure. So wat is jou oplossing? As jy een klein waterdichting probleem weet, kontak jou naaste DIY winkel en vraag hulle vir advies. Indien jy een groot of complexe probleem het, kontak een kundige om jou te help. Die beste raad is nog steeds, voorkoming, hou jou droog. Elke jaar word ingeroepen twee specifieke waterdichting problemen wat vermijbaar is. Een van hulle is die geval soos hierso, waar installaties gedoen is en die waterdichting nie ordentlik gedoen is na die tyd nie. En die water vind hulle pad deur tot in jou gebouw. Die ander ene is waar gete en afroeppype nie ordentlik skoongemaak word voor die reinseisoen nie, wat lei tot baie probleme. Die derde ding om te doen is om seker te maak jy inspekteer gereeld jou waterdichting areas en kyk of daar enige probleme is. Dit was nog een oplossing deur die getrouwe kenners van grootskaalse dak- en gebouwvernieuwing. Met sorg, passie en trots.